Wandeloop 10 minuten, groot succes! Geen verkeer in Paramaribo. En terug in de tijd met Jurgen. Goedenavond allemaal en welkom erbij. Brassbands, danseressen en lopers van verschillende leeftijden. Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover. Jong en oud hebben met ons meegedaan aan de Biggie Yari Wandeloop. Samen legden we ongeveer 4 kilometer af. Dat ze dat hebben georganiseerd voor die kinderen om te lopen, om zich fit te voelen. De drukste straten van de binnenstad zagen voor een dag er totaal anders uit. In plaats van druk autoverkeer waren er leuke sport- en spelactiviteiten georganiseerd op straat. Afgelopen zaterdag werd voor het eerst een autoloze dag gehouden in Suriname. Deze dag was een initiatief van de Boy Scout Suriname. Overal in de binnenstad waren er kinderen en jongeren te zien die op de wegen spelletjes speelden en aan het sporten waren. Van tennis tot voetbal, het kon allemaal gewoon op de weg. Zonder last te hebben van files en gevaarlijk verkeer. Vandaag zijn we in de binnenstad van Paramaribo en vandaag is de autoloze dag. En ik vind het echt leuk. Er rijden vandaag die auto's. Hier zo waar ze dit hebben georganiseerd. Tennis, ja, van allerlei, een beetje sport, voetballen, ja. Ik ben vandaag komen skaten, chillen als je wil. Kan je ook voetbal komen spelen en tennisbal. Het doel van deze dag was om mensen te motiveren om gezonder te leven, door vaker de fiets te pakken of te gaan lopen. Ook bewuster worden over het klimaat en het milieu was een belangrijk thema. Ik denk dat het heel goed is voor de milieu, want het gas van de auto kunnen inhalen. Dus daar, zo ontstaat ziekte ook. Ja, ik denk dat één dag zonder auto's goed is voor de milieu. Ja. Ik denk dat we meer moeten bewegen, want Suriname zitten vele auto's en het mag niet, je moet je lichaam meer bewegen. Ik vind het wel dat Surinamers echt meer moeten bewegen, want je kunt ook klachten daarvan krijgen als je de hele dag rond zit. Op de autoloze zaterdag werden er ook metingen gedaan om het volume van het geluid op straat te meten. Hier zijn we bezig aan de volume te meten, het is een geluidsmeter. Het is niet de eerste keer dat we het doen, het is de derde keer. We hebben het al 2 keren voorheen gedaan, maar we hebben dan een speciale dag gekozen om het weer te doen. En dat is dan vandaag op de autoloze zaterdag. Nou, met die resultaten gaan we als het ware de gemeenschap willen bewijzen van wanneer je geluid afspeelt, is het niet echt een zomaar iets. Je moet erop letten, want je kan gehoorschade oplopen.
De autoloze dag krijgt zeker een vervolg. De Boy Scouts willen dat er autoloze dagen komen en dat ook andere organisaties deze zullen organiseren. Zoals we jullie vorige week hebben beloofd, hebben we vandaag het verhaal van Jürgen Latschman. Hij vertelt over wat hem is bijgebleven van zijn jaren op de redactie. Alles wat ik bij het Jeugdjournaal heb geleerd, pas ik nu nog steeds toe. En ik ben gewoon in het vak gebleven, maar ik werk nu voor mezelf. Het leuke wat ik vond bij het Jeugdjournaal is, één dag ben je bij in het paleis, bij de president. En de volgende dag sta je gewoon op een vuilnisbelt, omdat wat het nieuws is. Dus het is echt verschillend en je gaat echt veel plekken en zo. Dus het is niet eentonig. En je weet niet van tevoren wat er gebeurt. En slaat hier niet komen. Dat is eigenlijk die uitdaging. Om het nieuws. Het nieuws wordt door een heleboel zenders verslagen. Maar het is toch weer de kunst om het zo kort mogelijk, zo duidelijk mogelijk voor jongeren te brengen. Dat zij het ook begrijpen en het leuk vinden om er naar te kijken. Ik was met andere collega van me, Idi, naar Kopenhagen en daar hebben we een item over sneeuw gemaakt. Ja, we hebben geen sneeuw in Suriname en ik mag een stand-up doen in de sneeuw. De afgelopen tijd hebben jullie iedere keer verteld hoe koud het is. Wel vandaag is het kouder. Als je kijkt naar het weer, zie je dat het sneeuwt. En dat wil zeggen dat het op zijn minst 0 graden is. Als het zo door blijft sneeuwen, kunnen Idi en ik later misschien sneeuwballen maken. Wat ben je nu aan het doen? Wat ik eerder zei, als het zo door blijft sneeuwen, kan ik sneeuwballen maken. En... tada! Het is een mooi programma. Laten we hard ons best doen om het gewoon zo goed mogelijk te blijven doen. En ik zou zeggen, op naar de volgende 10. Dat was ons laatste verhaal van een oud-medewerker. Morgen vertelt het langstwerkende redactielid Sulami over haar werk en ervaringen bij het Jeugdjournaal. Het 10 minuten Jeugdjournaal wordt door verschillende organisaties ondersteund om de mooiste verhalen te maken. Eén daarvan is de Nationale Carrière Suriname Airways, oftewel SLM. Speciaal voor onze 10e verjaardag heeft zij een bijzondere boodschap. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Ik denk de bijdrage van het Jeugdjournaal is ontzettend belangrijk in Suriname. Omdat het nieuws is voor en door jongeren. Het is speciaal gericht op de jongeren en het wordt door jongeren gemaakt. Dus dat is best wel uniek. Het wordt op een dusdanige, mooie en luchtige manier gebracht. Dat de jongeren in de samenleving dat bijzonder goed snappen. En ik denk dat om 7 uur niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen onder ons gekluisterd zijn aan de beeldbuis om te kijken naar het 10 minuten jeugdjournaal. Als het kan, kijk dus dagelijks naar. Wij zijn eigenlijk de trotse sponsor hiervan. Het is nieuws dat je kan absoluut bestempelen als te zijn kwaliteitsnieuws. En wij zijn de trotse sponsor hiervan. Eigenlijk vanaf het begin hebben we onze bijdrage geleverd middels het sponsoren van het Jeugdjournaal, omdat wij denken dat dus kwaliteitsnieuws is, dat ze zeker goed geschikt is voor de jongeren. Daarnaast hebben wij, toen wij 50 jaar waren, hebben wij een open dag gehouden op Sanderij. En het 10 minuut Jeugdjournaal heeft daar een documentaire over gemaakt. En we moeten zeggen dat het absoluut een hele mooie documentaire geworden is. Ik wil van deze plaats uit het 10 minuten Jeugdjournaal feliciteren met een enorme mijlpaal. 10 jaar lang kwalitatieve nieuws brengen voor en door de jeugd. Dat is eigenlijk absoluut een geweldige mijlpaal. En dus van deze plaats uit de hartelijke felicitaties aan het 10 minuten Jeugdjournaal. Ook de sportwereld ondersteunt het 10 minuten Jeugdjournaal. Angelo Simpson van Simpson Gym heeft een bijzondere felicitatie.
10 minuten jeugdjournaal, 10 jaren met een KO. Mijn naam is Angelo Simpson. Gefeliciteerd aan jou, je hele crew 10 minuten. Aan alle kijkers, alle jeugdigen. Ik zou zeggen, werk hard en blijf vechten voor je doel. Over 2 dagen viert 10 minuten jeugdjournaal haar 10e verjaardag. Heb jij een creatieve felicitatie? Bel dan naar 403604 of mail naar info@jeugdjournaal.sr. Wij komen die dan opnemen en wie weet, word jij uitgenodigd voor ons gala-diner. Dat was het voor vanavond. Fijn dat je hebt gekeken en tot morgen. Doei!